Twan Beurskes, gedeputeerde. Een spannende dag voor u? Zeker voor iedereen. Ik hoop snel dat het vanavond is. Ja, hoe beleeft u zo'n dag? Nou ja, je slaapt toch wel weinig. Je hebt de adrenaline. Nou, vanmorgen inderdaad hier gelukkig een goed ontbijtje. En eigenlijk ga ik de rest vandaag helemaal niks doen. Het stemmen en wat thuis zitten vanavond naar het stembureau van de provincie. De campagne is geweest. Het is een beetje een moeilijke periode voor de VVD geweest, denk ik niet? Ja, een beetje een dubbel gevoel. Ik vind zelf dat ik echt het uiterste uit de kas heb gehaald. En ook echt het economische verhaal goed heb kunnen neerzetten. Ook de alle ruimte heb gekregen. Maar ja, we hebben natuurlijk veel last gehad van de landelijke discussies en ook allerlei incidenten. Slecht voor het imago van de politiek in het algemeen? Ja, kijk, elke partij heeft daar mee te maken. Wij zijn als grootste partij liggen onder een enorm vergrootglas. Zeker in zo'n campagne. Dat is ook, ja, dat hoort er een beetje bij. Word je groot van, zou mijn vader zeggen. Maar het leidt natuurlijk wel af van de boodschap. Ik vind het ook jammer dat Limburg een beetje dan negatief wordt neergezet. Ik ben voor maximale transparantie en ook weer vooruitkijken. Dus we moeten er vooral van leren. De komende 4 jaar wel met het beeld van wederom gedeputeerden? Ja, kijk, ik voel me als een vis in het water op economie. En ik heb mijn hele koffer vol met bedrijven die zich hier willen vestigen of willen uitbreiden. Het gaat over duizenden banen. Dat draait het om in Limburg. Dat de mensen perspectief op werk hebben. En daar wil ik graag nog 4 jaar keihard aan werken. Dus u roept nu mensen op om nog tot 9 uur vanavond een bolletje op uw naam rood te maken? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie vrijheid, maar ik hoop natuurlijk dat ze op mij stemmen. Ja. En ik zal ze zeker niet teleurstellen. Heel veel succes. Dank je wel.